Goedemiddag allemaal. We gaan zo een tikkie live doen. En ik wacht heel even op Jolanda. Kijk, Jolanda's haar theetje die staat er al. Die gaat daar natuurlijk heel veel kletsen. En dan moet ze af en toe even een slokje drinken. Goedemiddag. We gaan zo beginnen met de tikkie live. Gezellig dat jullie meekijken. Hi, hi, Sandy. Hier is het prijsje wat je straks eventueel kan winnen alvast. Heb ik daar straks uitgezocht. Super gave stans. Een basisstans met wat kleine stansjes erin. Hoi, hoi. Leuk dat jullie kijken. We gaan zo beginnen. Jolanda komt er zo bij. Het theetje staat er al. Hi. En gaan we dadelijk lekker van alles laten zien over de planner. Zo. Laat even nog een keer het prijsje zien. Wat je straks zou kunnen winnen. Een hele mooie basisstans. Zo. Hallo. Daar komt ze. Ik zal het ook nog even openmaken. Ja. Hey, dat is, volgens mij staat daar de post. Dus als we een beetje geluk hebben laten, staan de grote levering Elizabeth Craft. Joehoe, daar worden we blij van. Ja, precies. Hallo dames. Ik ging nog even naar de computer om iedereen even te taggen. Zodat niemand het zou missen. Laat je de stencils S047 ook zien. Ja. Zijn die masks? Ja, die hebben we ook. Ja. Nou, gezellig dat jullie allemaal meekijken. Nathalie heeft echt superveel moois bij. Die is echt mega ijverig geweest de laatste tijd. En dat merken we ook, want jullie zijn ook helemaal druk met Elizabeth Craft en met de planner. Dat is echt heel leuk om te zien. Ja, dat is PostNL. Wil je even tegen Karen zeggen als het... Ja. Elizabeth Craft is dat ze meteen naar boven doet, want ja, ik denk dat het de levering is. Kijk, hier staat de meneer van PostNL, staat hier buiten, dus met een beetje geluk hebben we veel ECD weer binnen, dames. Maar... Oh, Dari, je bent ook over de stag gegaan, hè? Ik zag het inderdaad, ja, ik ook hoor. Ik dacht ook heel lang, ik ga het gewoon lekker niet doen, maar... Kijk, Jeroen heeft de levering ECD al bij. Oh, ik denk dat Nathalie net naar beneden was gegaan voor de levering. Ik weet niet of je die misgelopen bent. Deze toffe, Nathalie en ik zeiden al, die gaan we natuurlijk zelf ook gebruiken. Die gaan we verloten in deze Tikkie Live. Dus wil je kans maken op deze Planner Essentials Mall, dan eventjes delen op je eigen tijdlijn. €22,99 kost die als je hem los wilt kopen. Ik zeg, jullie liepen elkaar net mis. Ja. Torn page with frame. Dus het is, hier zit zo'n leuk notebookrandje zit eraan. Helemaal leuk. Super gave stans is dat. Ja, die moeten wij ook hebben, toch? Ja. Nou, waar gaan we beginnen? Zeg jij maar waar je wilt beginnen. Misschien kunnen we hier beginnen. Ja. Dan gaan we zo... Is goed. Misschien daar, bij mijn eerste... Van de andere kant beginnen? Ja, waar je begonnen bent. Dat is ook wel leuk. Kijk, ze is ergens begonnen en nu heeft ze gewoon een tafel vol met plannerpagina's al. Ik begon natuurlijk met een hele gave planner. Ja. Deze. En die is... En volgens mij is het dezelfde prijs als deze. Ja, ik denk het ook. En hier zijn ook weer planners. Zijn dat, ja, de dat sidekicks? Zijn sidekicks. Dit zijn sidekicks. €26,99. Dit is de canvas variatie. Ja. Die hebben wij ook opgepimpt, maar dan komen we dadelijk. Deze is volgens mij ongeveer dezelfde prijs. Ja, ik denk prijs. Het ook. Ja. Dat is een beetje met zo'n soort, ja, is ja. Het croco-print. Ja, croco-printje, een soort, ja, suberde. Ja, ja, fijne planner. Die zag ik trouwens ook, dat ze die zelfs al opgepimpt hadden. Oké. Okay. Ik vind het altijd zo, ja, zo eng als je daar met inkt en zo en met verf overheen wil. Ja, bij zo'n canvas snap ik dat wel. Dat is hartstikke leuk trouwens ook om te doen. En dan kan je hem in je eigen stijl maken. Maar ik vind deze echt super ook al mooi. Te mooi. En wat ik zo fijn vind bij deze planner... is dat hij hele grote ringen heeft. Oké. Dus je kan er lekker veel in kwijt. Er zijn planners die hebben
smallere ringen. Dus dan kun je niet zoveel bulk erin, zou ik ja, precies. Zeggen. Dan is die redelijk snel vol, hè? Ja. Zie je, kan je lekker losgaan. Ja, eventjes inderdaad voor iedereen. Ik heb het de laatste dagen ook al veel verteld. Je shopt dus alles met 15% korting deze week in je tikkiemandje. Ook alles van Nathalie wat we nu laten zien. En we laten de tikkiemandjes staan tot dinsdag. Want we hebben vrijdag en zaterdag echt grote workshopdagen. Hebben we geen tijd om het weg te werken. Dus tot en met dinsdag blijven de mandjes staan, dames. Oh, waar jij mee begonnen was. Grappig om te zien hoeveel verder dat je dan nu alweer bent, hè? Ik had deze, mijn eerste pagina met januari en de uil. Die uil die is ook super leuk. Ik heb hem hier nog in de winterstijl. En ik heb hem wel bloemetjes overgegeven met reinforcers. Ja. Hier heb je de uil, maar je kan die altijd gebruiken het hele jaar door. Je laat gewoon zo'n kerstmutsje af. Uiltje is €10,99. Dan. Weet je wat ik van de week dacht, Naad? Ik was thuis en ik denk, ik heb nog helemaal gewoon geen reinforcers. Hebben die er ook wel bij liggen? En heb die dus niet, maar die ga ik dadelijk. Ja, die moeten we daar even wel laten zien. Ja, die ben ik vergeten erbij te leggen. Hier heb je dan, ik zal heel even snel mijn andere kant laten zien. Hier zie je weer die mooie narcis. Die hebben we hier ook liggen. Die ligt een stukje verderop bij het beertje. Ja. Kijk. Dat is ook uit de collectie van Josette, dames. De stand van de narcis, €10,99. Ja, en je kan natuurlijk de Josette-lijn heel goed combineren in je planner. Ik doe dat heel graag. Echt wel jouw stijltje. Ja. Hier zie je hem nog een keer. En je ziet het met het konijntje erbij. Dat is die. Die is €10,99. Er zit ook een leuk schattig strikje nog bij. Kan je er een meisjeskonijn van maken. Ja, helemaal leuk. Leuk ook met Pasen. Hier zie je hieronder zie je dat witte kader. Ja. Dat heb ik weer uit deze stans gehaald. Dit is ook een basisstans. Die heb ik ook voor deze twee pagina's gebruikt. Dus dat kan je uit designpapier halen of uit soft finish cardstock van Elizabeth. Deze die heet Rounded Corners Page. Of je zegt, zet het nummer er maar even bij, dat is makkelijker voor Joyce. 1867. En dan heb je die tapjes zitten erbij. Dit is ook leuk, een beetje zo'n soort paperclip met een pijl. En ik vind die cijfertjes, had je die op de achterkant zitten? Deze, de 1 tot en met 9. Oh, die cijfertjes, die heb ik weer op de volgende, volgens mij. Nee, hier had je hem volgens mij net ook al laten zien, of niet? Even kijken. Ja, kijk, hier had je hem ook op zitten. Ja, kijk, die cijfers van boven naar beneden, 1 tot en met 0. Daar heb ik die narcis een beetje doorheen geweven. Dat zijn dan weer deze letters. Ze vragen, wat zijn dat voor eyelets bij de narcis? Ja, de eyelets. Eyelets bij de narcis. Nee, dat zijn reinforcers. Zullen we die toch niet even gaan halen? Even halen. Ja. Dat heet geen eyelets, Marta. Dat heet reinforcers. Daar hebben we hele leuke setjes van. Twee verschillende. Nathalie die heeft ze bij, dus die gaat ze even pakken. En anders hebben we ze inderdaad wel beneden. Daar kun je dus altijd een mooie afwerking mee maken voor rondom de gaatjes in je plannerpagina. Nou, je zal echt op al Nathalie's pagina's zie je andere verschillende soorten reinforcers. We hebben verschillende setjes. Ik ben even het goede setje aan het zoeken. Nou, ik denk dat het wel tijd wordt dat je dan iets met je planner gaat doen. Hè. Corrie, dat is hartstikke leuk. Kijk, en hier ook, hè, deze tickets die hier ook weer in zitten. Spring, het is bijna lente. Dat is trouwens met een Bella Lulu stempel gedaan. Deze hier, die paperclip met die pijl. Die zit dus ook allemaal in die set Rounded Corners Page. 1867 is het nummer. En die kost €22,99. Ik heb hier alleen geen prijs meer op staan. Ja, dan kijkt Joyce of Monica misschien wel even. We hebben, dit is de set die ik heb gebruikt. Dat zul je ook wel zien. Ja, dus daar zitten die bloemetjes in. Hè? Dus we moeten even goed het nummer geven. Dat de mensen het juiste kunnen bestellen. Ja, ik zal hem eventjes goed doen. Maar je hebt dus twee sets met reinforcers. Pack 3 is deze. Die heb ik zelf. Monica, wil jij even kijken wat die reinforcers kosten alsjeblieft? Het zijn dus allemaal metalen lineaaltjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dan heb je er hier heb je er 12. En die kun je ook weer, Antoinette had het ook gedaan, met een bindringetje bij elkaar doen. Dan heb je gewoon al je reinforced standjes bij elkaar. En dit is dit is 1736, Varipack. Dit heet gewoon Varipack, reinforcement Varipack.
Deze heb ik de laatste afgelopen maanden echt heel veel gebruikt. Eigenlijk op alles. Kijk, hier ook die bloemetjes, zo al leuk. Al die bloemetjes. En later ook nog bijvoorbeeld, pak hier even iets. Oh ja, deze die stoeren. Zijn ook stoer bij dat under construction papier. Ja. Het lijkt net moertjes. Ja. En deze, die soort bannertjes, die zitten hier die ook weer. In. Ja. Dus dit is de 1736. Hij kost 20,99, zegt Monica. Daar gaat dus ook je 20% of je 15% extra kassakorting vanaf, hè? Reinforcer pack nummer 1736. Kijk, en hier zie je alle vormpjes een beetje. Maar dit is ook cool. Kijk hier, als je een beetje een stoerdere pagina maakt. Ja. We zullen bij de volgende pagina's ook allemaal wel eventjes nog de reinforcers laten zien en ook eventjes benoemen. Ja. Maar dit is dus weer een ander. Kijk, hier zitten t-shirtjes in en schaartjes. Deze heb ik toevallig laatst ook gebruikt. Ook een leuke. Heb ik gisteren nog gebruikt. Zo mooi oosters. En deze, Nathalie, die is ook vet. Ja. Zo'n lineaaltje. Ik ga even op de achterkant kijken of er iets van voorbeelden op staan. Ik heb hier toevallig straks even laten zien. Mm-hmm. Kijk, hoe gaaf deze. Oh, die is cool. Oh ja, deze had je met spray inkt gisteren laten zien. Ja. Hè? Die had je gisteren gemaakt. Ja. Dus die eerste set met reinforcers, die is 20,99. Hier zit ook deze in uit die set nummer 2. Dit zijn dus de reinforcers pack nummer 3. Die is 29,99. En die kun je natuurlijk ook superleuk gewoon als klein versieringje erbij. Ja. En hier ook die kroontjes, die zijn ook leuk. Ja. En die mokjes. En die mokjes. En die wolkjes, dus... Dido, dit kun je natuurlijk ook gebruiken voor kaarten. Wat Nathalie net liet zien, ook gewoon voor versiering op je kaartjes. Maar het is dus heel vaak, als je bijvoorbeeld een label maakt, dan kun je het ook om het gaatje van een label, kun je dit ook gebruiken, hè? Nou, Lia, haak nog lekker aan. We zijn echt pas net begonnen, hoor. Dus kijk nog lekker mee, zou ik zeggen. We gaan een beetje van de hak op de tak. Hadden we die, want die is ook weer binnen, denk ik. Die tabs. Ja, of heb je die zelf ook bij? Volgens mij ergens... Ja, die ligt daar. En anders pakken we hem er dadelijk tussenuit. Nou, dat was pas de eerste pagina. De volgende pagina die ze had gemaakt. Kijk eens hoe leuk. Die bloem ligt natuurlijk weer ergens anders. Maar wat ik hierbij... Ja, ik wil zeggen, die... Wat ik wilde laten zien zijn al die cijfertjes. Die heb ik bij iedere week... Ja. Heb ik die erop gemaakt. Dat is een beetje zo'n notebook standje met de cijfers van de maand erin. En dat is een grote set. Dat is een dubbele set. Dus alle dagen van de maand. 29,99. En deze die heet Filmstrip Numbers. 1678. Dat is makkelijk als je dat erbij zet voor Joyce. 1678. Filmstrip Numbers. Dus probeer het nummer en de omschrijving te benoemen. 29,99. En daarbij heb ik het leuke boertje gebruikt. De farmer. Superleuk om ook in je planner te gebruiken. Komt ook steeds weer terug. En wat leuk is, vind ik, bij de ICD-figuurtjes is dat je ze onderling kan je wisselen met de kleertjes, met de haartjes. Dus je kan altijd weer een ander figuurtje ervan maken. Ja, en je kunt ook... Ze hebben ook heel veel losse accessoires sets. Ja. Hè? Maandag gaan we bijvoorbeeld met die set Partytime weer aan de slag. Ja, superleuk. Dus je hoeft hier niet per se een boertje van te maken. Je kan er bijvoorbeeld ook iets anders mee maken, dus... Maar leuk, hè? Hadden we deze stans ook? Met die hartjes, dat is ook een basismal, hè? Ik ga ondertussen ook eventjes die klaproos even ertussenuit vissen. Want Jeroen heeft hier net de levering ook neergelegd. En ik weet zeker dat die klaproos er ook weer bij zit. Kijk, deze... De 1954, de Florals 18. Dat is het klaproosje die Nathalie dus op deze plannerpagina ook heeft gebruikt. Nou, je hebt vast ook wel die mooie pagina van deze klaproos in het potje bij. Die gaan we straks ook laten zien. Ja, die ligt daar. Die ligt hier, ja. Wil je die nu al zien of zullen we die straks doen? Ja. Ik moet even Monica kijken. Dus de stans met de klaproos 1954... Oh ja, en deze ook. Dit is de 1866 Number, Border and Patterns. Dus dan krijg je een basispagina weer. Uit die basispagina stanst hij dus dit uit. Kijk, dat kun je hier ook zien. Dat is dus wat in het zwart ook eruit komt, hè, die lettertjes. Dan zit er die leuke stans van het raster zit erbij.
En dan die leuke hartjes die je hier dus ziet. Ja, vooral ook die hartjes zijn. Ja, die hartjes zijn superleuk. Ze zijn ook leuk op kaarten. Op kaarten. Ja. Antoinette, zijn dit alle dagen van de maand, vraagt ze. Ja. Ja, tot en met 31. Dus die kun je ook prima voor op kaartjes gebruiken, Antoinette. Deze die heet dus Filmstrip Numbers en die is €29,99. Sylvia de Raad, nee, we hebben geen Copic Chow. We hebben alleen de Copic Sketch. We hebben een beetje voor de duurdere kwaliteit gekozen. De 1866 Number, Border en Patterns, die kost €22,99 met die hartjes erbij. Dus wil je een mal van ECD bestellen, zeg ook even het nummer erbij voor Joyce. 1866 is dit. Is ook leuk voor een verjaardag, hè? Dan kan ja, je leeftijd, superleuk om een verjaardagskaartje ja, inderdaad te maken. Ja. Nou, hele leuke je hebt hier nog iets verstopt. Oeh. Ja, dat wist je zelf al niet meer, hè? Tada! Oh, het meisje. De boerin! De boerin is er ook bij. Ja. Leuk. Die zit verstopt achter de klaproos. Nee, Sylvia de Raad, we hebben dus alle 358 Copic sketchmarkers ook op voorraad. Dus ook die zijn met je 15% extra tikkiekorting. Dit heb ik dus weer met dat tapje gedaan, wat bij ja, deze zit. Dat je kan alles zo leuk met toffe elkaar basismal, combineren. Hè? Ja, echt. Echt super gaaf. Dus Yvonne, ben je helemaal nieuw met knutselen of alleen met planners? Want je kan natuurlijk een hele hoop producten die je gebruikt voor het kaarten maken ook gewoon al op je plannerpagina's gebruiken. Hè? Dat doet Nathalie ook. Vooral die standjes bijvoorbeeld van Josette. Maar als je bijvoorbeeld ook veel kraftlab of zo hebt, kun je gewoon allemaal erbij gebruiken. En dan heb je dus alleen gewoon een paar goede basisstands nodig om een plannerpagina te maken. Dus lekker beginnen zou ik zeggen. Deze is ook zo leuk. Ja, de beer. De honingbeer. Dat is deze. Daar zitten twee hele leuke bijtjes ja, bij. Bijtjes bij. Bijtjes bij. Ik vind die beertje ook zo schattig. Ja, superleuk beertje. Lekker met een pot honing. Hier kun je ook een meisjesbeer oh, van maken. Oh ja. Heb je, is dat weer het strikje wat bij, die, bij het konijn zat? Ja, het is een ander strikje als bij het konijn. Oh ja, maar hij lijkt er wel op. Ja, lijkt erop. Dus de standsmal van de honeybear, die is €11,99. Hier heb ik ook weer die reinforcers ja, bij gebruikt. Dat is echt leuk. Die hele toffe mask, die komen we dadelijk tegen. Ja, zullen we die even openmaken? Even kijken, ja, die ligt daar. Oh, dus ik dus wel gebruikt. Dus het is niet een super nieuwe, ja, dat is die jouwe, hè? Ja, we kunnen het wel laten zien even aan jullie. Ik vind dit patroon met die ruitjes vind ik zo ja, mooi. Ik ben er nog steeds niet op uitgekeken. Nee, ik ook niet. En hier is ook weer het narcisje bij gebruikt. Hè? De stand ja, van de narcis van Josette. En die is €10,99. En ik heb hier natuurlijk de narcis geel, maar je kunt je ook een andere kleur. Iemand bestelt de nassi, maar ik denk dat ze de narcis bedoelt. We hebben al gegeten. Dit is de achterkant van, de, van die set. Daar kun je alles goed zwart-wit ja, op zien. Ja. Zal ik ze los ja, even laten zien? Zes verschillende mask stencils. Hier heb je één. Ja, ik weet niet of dat dan goed te zien is met cijfers. Cijfers, ja. Daar deze hebben we straks ook nog pagina's mee. Met... Oh, hier heb je van de dakjes. Die laten we later nog even close-up. Maar dit is de, het mask met de cijfers die erin zit. Die is ook leuk, dan met die heb je takjes. Deze met die takjes, die hebben we daar. Heb ik die gebruikt? Ja, kijk. We laten die pagina's zo nog even in detail zien. Maar dit zijn de takjes. Oh, dan deze leuke ruitjes. Dat is die leuke ruit, hè, van, het, van de pagina met het beertje. Deze met dots. Ja. Die komt eigenlijk ook nog. Deze. Ja. Met figuurtjes. En dit is... voor december. Met december tekst. Ja. Sandy, je kunt het beste of eventjes bellen naar de winkel of even een keertje naar de winkel komen. Als je dus moet starten met een planner en je wilt daar spulletjes voor. Het is een beetje afhankelijk van welke kant je op wilt of wat je al hebt. Dus dat is een beetje lastig uitleggen nu in de tikkie. Dus je kunt eventjes bellen naar 0416-743200 en dan helpt Karin je verder. Of je komt even een keertje naar de winkel. Kunnen we je nog beter adviseren natuurlijk. En als ze woensdagmiddag om 1 uur kijkt, leg ik altijd een planner uit. Ja. Helemaal van begin tot einde een plannerpagina. Ja. Morgenmiddag is Nathalie er ook weer vanuit huis, hè, met een plannerpagina. Dan, ja, je hebt natuurlijk een basisplanner heb je nodig. En een paar basisstanden om je pagina's mee te maken. En verder kun je eigenlijk met al je kaartenmaakspullen kun je inderdaad een heel eind. Maar zo, oh, ze komt 1 april. Nou, als je er dan gewoon even naar vraagt, zijn die in de winkel, dan kunnen we je verder helpen. Next? Yes, next. Deze... Die vonden mensen ook zo gaaf. Ja, die vind ik ook zo mooi van kleur. Ja. Heb je ook weer met Harmony Ink te denken ja, gedaan, hè? Ja, ik ben fan van Harmony Ink. Ja, ik ook. We hebben net een hele grote doos kwam er weer binnen. Super.
Ons telefoonnummer, Emmy, die vind je ook altijd op onze website. Onze website is www.noorenzo.com. En ik zal voor de mensen die mee willen schrijven nog een keertje het telefoonnummer herhalen. We hebben altijd 4 lijnen, dus je kunt met z'n allen lekker tegelijk bellen. Het nummer is 0416-743200. Dus ik zal nog een keertje herhalen. 0416-743200. Dat is ons telefoonnummer. Hier heb je de stans waar ik wat ik hier in zwart heb uitgestanst. Een soort klembord. Ja, wat je hiermee maakt. Een soort klembord van maken. Een fotofilm. Ja, filmstrip. Altijd leuk. Kijk, die zit hier ook bij. Nummer 3 zit erbij van de nummers. Hier heb ik hem ook weer opgebruikt. Ja, dit is ook leuk. Met fotootjes erin uit de poelie. Ook weer die hartjes gebruikt. Ja. Kun je Harmony ook gebruiken om te sprayen? Ja, je kan ermee spetteren, maar je hebt natuurlijk geen verstuivertje dan. Dus. Jolanda, de set met de mask stencil, dat is de S047. Dus die 6 mask stencils is €18,99. S047. Ik ben dus het nummer kwijt van de reinforcers met de bloemetjes. Hadden we die weer ergens teruggelegd? Als je gewoon zegt, de eerste set met reinforcers, Angela, voor €20,99. En het nummer van die eerste set reinforcers, waar die bloemetjes ook in zitten, is de 1736. Als jullie het nummer of zo niet meer weten, gaan we gewoon lekker terug. Ik zet deze live natuurlijk morgen ook op YouTube. Kun je daar ook even terugkijken. Het nummer van deze, 1656, planner filmstrip. Dus 1656. Probeer het nummer erbij te zetten als je wilt bestellen. Anders komt Joyce er denk ik niet uit. Want er is zoveel en we hebben zoveel verschillende van Elizabeth Craft. 1656, planner filmstrip is deze. En dan heb je hier dus ook die leuke beetje soort polaroids. En dit is zo'n soort klembord. Hoe heb jij dit gedaan? Heb je dat ook met Harmony Inkt gedaan? Ja, geblend met Harmony Inkt. Kijk die bloemen. Inkt. En dan gespetterd met water eerst. Dat zijn die lichte stippen. Spetteren met zwart en met een beetje wit. En natuurlijk dan weer die leuke tak gebruikt. Die bloesemtak, dat is deze van Elizabeth Craft. Die is uit de Josette-collectie. Cherry Blossom heet die. 1732 is het nummer en hij kost €12,99. Nee, maar ik bedoel, hoe heb je die bloemetjes gedaan? Moet je die bloesembloemetjes zoeken? Oh, die. Ja, die heb ik ook eerst met wat Harmony Inkt geblend. Supermooi. En daarna met Chromaflow potloden. Oh, mijn potlood een beetje aangezet. Supermooi. Ja, aangezet. Kan ik nog wel een keer in een live doen? Ja, dat is wel leuk om te laten zien. Ja. Nou vroegen ze weer naar de andere reinforcers. De reinforcers waar het kroontje bij zat. Dat is deze. Daar is het nummer hier afgeplakt. Maar als je gewoon zegt reinforcement pack number 3. Mag ik even kijken voor de zekerheid? Ik weet zo niet precies welke kleuren Harmony Inkt. Die groene, dat lijkt op Spring Meadow, denk ik, hè, Nathalie? En ik denk dat die roze volgens mij gewoon de fuchsia is. Nummer. Ik ga even, helemaal kijken. Ze hebben lekker de mal over het nummertje geplakt. Er zitten zoveel reinforcers in. Dat, even kijken, 1988. 1988, toen Nederland wereldkampioen werd. 1988 is dus het nummer van de tweede set met reinforcers. Met kroontjes, schaartjes, mokken. En die is €29,99. Oh, Monica hielp ons ook al. Dus dankjewel, Monica. Maar dit is wel leuk om een keer live te doen, om aan de mensen te laten zien. Ja, gaan we doen. Gaan we doen. Maar dit is dus ook, hadden we die pocketpages ook hier liggen? Want dit is ook leuk, hè? Misschien zie je het al. Als je denkt van, nou, ik wil mijn pagina's toch graag indelen en een beetje beschermen in een hoesje. Daar hebben we dus pocketpages hebben we daarvoor. Dit is ook die stansmal weer, hè? De 1656. Planner filmstrip.
Ja, hier heb je ze ook weer inderdaad. Ik heb ze hier ook weer. Dat is toch superleuk als je dus zo twee losse delen maakt. Heeft ze ook allemaal met de polyprinter trouwens gedaan. En dan steek je ze in die insteekhoes. Het is een beetje hetzelfde idee als dat we vroeger... hoe heette dat nou? Ik kan het 100 keer zeggen. Wat ik deed scrappen op groot formaat. Project Life. Oh ja. Ja, hierin heb ik ook weer die basisstans gebruikt. Ja, ik zie het met deze. Dus die komt steeds weer terug. Ja, als je gewoon één keer een goede basismal aanschaft, dan kom je denk ik een heel eind. Een heel eind. Dit is super gaaf. Hier heb je 4 verschillende hoesjes. Van ieder hoesje heb je er, krijg je er 3, dus 12 mm-hmm. in totaal. En dan kun je heb je verschillende vakjes. Ja, en dit zijn dus, is ook nog wel even goed denk om te vertellen. Jij werkt altijd in de grote planner, hè? Want je hebt dus van Elizabeth Craft heb je dus ook sidekick mallen. Dat is voor de kleinere planner. En je hebt, misschien kunnen we even een sidekick planner laten zien. En je hebt dus de grotere planner. Dat is dus het formaat waar Nathalie in werkt. Dus je moet met je basismallen aanschaffen ook altijd even erop letten. Of dat je dus mallen koopt voor de grote planner of voor de kleine. Antoinette die werkt bijvoorbeeld in de sidekick. Kijk, zie je het verschil in grootte? En maar de grote is de A5 planner en de kleine heet de sidekick. Ja, die is toch ook wel grappig. Maar daar kun je alleen niet zo heel veel op kwijt. Maar Antoinette doet in de sidekick en dat is ook echt wel superleuk. Ja. Oh, ze hebben keuzestress. Sorry, we zullen het niet nog moeilijker maken. Ik ben toevallig ook begonnen in mijn sidekick. Wat heel gaaf is ook weer bij de sidekick, die grote ringen. Ja, kan lekker veel in. Echt heel fijn. Ja, kijk, want dat zie je ook, hè. Die zit echt niet zo super snel vol. Je kan daar echt behoorlijk wat in kwijt. Ook die kleur. Die beach is mooi, hè? Ja. Dat is inderdaad een sidekick planner. Ja. Nou, we dwalen af, maar dat is altijd in mijn tikkie. Dus, oh ja, nee, daarom gaf ik het aan. Want je hebt dus deze pocket pages, die heb je dus voor de grote planner, zoals we nu allemaal laten zien. Maar die heb je dus ook voor de sidekick. Dus ook de kleinere hoesjes heb je. Dus 11,99. Dit is de PP01. Dat zijn dus de hoesen voor de grote planner. Kijk, en hier, ja, dat is ook leuk om het zo door te laten lopen, hè, in een hoesje. Ja, die hoesjes die gaan dan aan één kant gaan ze zo open. Ja, Dido zegt, dankjewel Nathalie voor de nieuwe verslaving. Oh, graag gedaan. Je wordt er heel blij van, echt waar. Heel blij. Oh, we zijn er nog lang niet. We hebben pas een halve tafel gedaan, dames. Ze is zo ijverig geweest de laatste tijd. Het is ook gewoon leuk. Ja, is ook leuk. Ja. En ik dacht echt, ik ga het niet doen. Passen de mallen dan niet in de blauwe planner van de goodiebag? Karin, want de blauwe planner in het pakket Days of December, dat was weer een planner van Studio Light. En die heeft, deze zei volgens mij laatst dat het wel dezelfde binding is, maar ik weet het nou eigenlijk niet. Volgens mij passen ze er niet helemaal in. Nee, volgens mij... Want de afmeting van de bladen... Oh ja, Hanni had het laten zien. Die bladen zijn breder, hè? Ja, iets korter en iets breder. Ja. En deze pagina's zijn altijd 12 centimeter breed en 21 hoog. Ja. Dus 12 centimeter breed, 21 centimeter hoog. Ik ben een leek in planners, maar hoe werkt het dan precies? Wat doe je erin? Nou, je kan eigenlijk gewoon erin maken wat je zelf leuk vindt. Je laat je eigen creativiteit erop los. De een doet het met foto's. Kijk, Nathalie doet ook heel vaak gewoon lekker kliederen. En ja, waar gebruik jij eigenlijk je planner voor, Nathalie? Ik gebruik het inderdaad vooral om mijn creativiteit kwijt te raken. Ja. Het is altijd goed. Een kaartje maak je vaak voor iemand. Pas je het een beetje aan. En de stijl van diegene, tenminste, ik doe dat. Ja. En wat ik leuk vind is van de leuke speciale dagen. Dan doe ik heel makkelijk met een fotootje erin. Ja, weet je, als je er dan doorbladert, dan word ik gewoon heel blij van. Ja. Ja, en je maakt het inderdaad voor jezelf. Net wat je zegt, een kaartje geef je altijd weg. Ik vind ook vaak, dat zeggen ook veel mensen op een gegeven moment, heb je echt... stapels met kaarten. Ja. En hier maak je gewoon een mooi herinneringsboekje van voor jezelf. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee van een planner, Wendy. Maar planner is gewoon voor jezelf een mooi naslagwerkje maken waar je je creativiteit in kwijt kan. En wat je er dan in doet, dat kun je eigenlijk zelf bepalen. Dat is ook wel leuk om aan iemand anders te laten zien, toch nog. Mensen vinden het vaak leuk om bij iemand anders in een planner te sluiten. Ja, dat denk ik ook. Ik vind het altijd leuk om in een planner te bladeren, toch? Ja. Ik vind het wel heel leuk, want we hebben een hele hoop mensen voor wie dit nieuw is nu in de live. Dus Naat is hier ook vandaag, dus gooi je vragen er gewoon in. Ja, ze vragen toch weer om een starterspakket. Daar moeten we toch eens over nadenken. Ja. Maar ik vind, we hebben daar al over gehad, Wendy. Maar bijvoorbeeld alleen al de planners, die zijn er in heel veel printjes en in heel veel kleurtjes. Dus wat doen we dan in een starterspakket? Dat is gewoon al heel lastig, vind ik. Ja.
Ja, daar moeten we even goed over nadenken. Ja. Want er is wel vraag naar. Maar inderdaad, als je iets wilt, of stuur ons even een mailtje dat we contact met je opnemen. Dat we je helpen met een basispakket. Als je dus wilt beginnen met plannen. Want ja, ook, je hebt dus ook heel veel basismallen om een pagina te maken. Maar dan is het weer net, welke vind je leuk? Ja, wat is je smaak? Ja. Ja. Maar we kunnen misschien wel iets bedenken. Ja, ja. Komen we even op terug. Ja, wordt vervolgd. Antoinette zegt, de Studio Light planners en de planners van ECD is dezelfde maat ringen, dus dezelfde volgorde. Alleen, en dat klopt inderdaad, die pagina's van Studio Light die zijn breder als de pagina's van de ECD planner. Ja. Ja, Jolanda zegt ook, ik ga er albumpjes voor mijn kleindochters van maken. Dat is ook heel leuk. Ja, heel leuk. Dat had hier laatst een klant, Anki had dat ook gedaan. Die had gewoon ook een December Daily weer gemaakt met allemaal herinneringen van december en dan voor de kleinkindjes. Dat is ook superleuk. Ja, wat leuk is ook van een planner. Je kan erin stoppen wat je gemaakt hebt. Ja. En dan zit er niet allemaal wit papier nog achter. Want je denkt van, oh, dan moet ik ook nog... Ja, precies. Ik ben nog niet klaar. En ik weet niet, jullie zien het wel. Corrie is ook helemaal los met haar planners. Hebben jullie vast ook wel gezien. Die maakt ook regelmatig leuke stedentripjes en zo. Die is dus van al haar stedentripjes met foto's ook een heel leuk herinneringsboek aan het maken. En ik weet dat Corrie ook... Voor de kleinkindjes maakt ze ook planners met gewoon bijvoorbeeld herinneringen van het eerste jaar. Nou, ik ga nou dan bijvoorbeeld weer een planner maken van de pup. Maar ja, zondag hadden we weer een dagje dierentuin. Toen dacht ik, ja, die foto's moet ik eigenlijk ook gewoon weer scrappen en ook gewoon in mijn planner doen. Ja. Heb je ook de mal van PP01? Ik weet even niet wat PP01 is. Misschien kan Monica even kijken wat dat is. Ja, een boek Wie ben ik? Ja, is ook leuk, Lian. Dus... Ik denk dat jullie vast wel zelf ideetjes hebben wat je dus kwijt wilt in je planner. En ik vind ook altijd, dat is bij jou eigenlijk ook, hè. Het hoeft toch niet allemaal hetzelfde te zijn. De ene keer doe je met een foto, de andere keer doe je met inkt. Weet ik veel. Je laat gewoon je creativiteit erop los. Ja, Corrie die gaat als een brandweer inderdaad, Annemiek. Dat boek zit zo vol. Ja, maar die heeft ook heel veel foto's die ze nou in kwijt kan. Hè? Die maar ze had ook van... Want waar was ze ook weer geweest? Ze had een stedentrip gemaakt. Ja. Had ze zelfs de bonnetjes van de koffie, alles had ze bewaard. Ja. En dat had ze allemaal erin verwerkt. Dus dat is gewoon echt super heel leuk. Ja. Sandy, we hebben nog het printertje. Dat is onze poelieprinter. Daar heeft Nathalie dus deze fotootjes mee geprint. Hè. Dat is een thermisch printertje. En die kost €99,99, die printer. Hoef je dus geen inktcartridges voor te gebruiken, want het is dus thermisch printen. En dan kun je natuurlijk je eigen foto's... Je hebt een app op je telefoon. Ja. Je kan je eigen foto... Ik ben toevallig vorige week naar de sauna geweest. Daar heb ik deze foto gemaakt. Maar in de sauna mag je natuurlijk niet je telefoon meenemen, gelukkig. Nee. Komen geen naaktfoto's aan, dames? Ik ben naar de site gegaan van die sauna. Daar heb ik deze eventjes een schermfoto van gemaakt. En kon ik hem toch zo... In mijn album verwerken. Superleuk. Het is toch hartstikke Want leuk. Want het is eigenlijk alle plaatjes die je dus... Dus niet alleen je galerij met foto's... Maar alle plaatjes die je op kunt slaan op je telefoon... Daar kun je dus een printje van maken met je poelie. Je kunt ook bannertjes maken. Je kan teksten uitprinten zoals ik hier heb gedaan. Ja, die teksten die maak je ook in die... In die poelie-app. Ja. Dus dat gaat hartstikke goed met de poelie. Deze zijn ook leuk. Zijn er die van Kraftlab of niet? Ja, die banners? Toevallig. Ja, ik wil zeggen, want die andere banners set, die hebben we nou ook binnen van jouw make and take. Die zullen we straks ook laten zien. Maar heel leuk om zo van een dagje weg gewoon een herinnering te maken. Hè? Dan kun je dat altijd gewoon lekker terugkijken. Dus... En dan heb ik hier die dingetjes, die komen weer hieruit. Ja, die reinforcers. En hier heb je ook weer het stencil uit die set gebruikt. Hè? Zullen we hem even open laten? Ja, die is het, hè? Ja. Dus het setje S047 met die 6 mask stencils, die komt ook echt regelmatig terug bij Nathalie. €18,99 kost die. Dit is trouwens ook een mooie stempelset. Ja, De stempelset Smell the Flowers. Allemaal teksten rondom bloemetjes die je dan ook in je planner kunt verwerken. En ook leuk, Happy Birthday staat er. Ja, dat is ook een gewone. En Happy Retirement, als iemand met pensioen gaat. Blessings. Ja. Hello Sunshine. Ja, echt ook weer een leuke voor nu het voorjaar met die teksten. Monique, we hebben inderdaad vanochtend de nieuwe goodiebag Dream Plan Do hebben we online gezet. Jij vraagt in welke planner dat het past, maar dan wordt alleen papier
Stickertjes. Dus er zit geen basismals erbij. Dus daar hebben we bewust. Gaan we onder Dutch Doobadoo. Gaan we. Nat komt ook in dat team. Deze komt erbij. Lynn, Corrie, Annette. Dus er wordt een leuk plannerclubje. Maar daar kun je dus mee werken in de planner die je zelf wilt. Of dat de Studio Light planner is of die van ECD, mag je zelf weten. Dus daar zitten geen basisstandsmallen of zo bij. Dat is alleen verbruiksmateriaal om in je planner te werken. Heel gaaf. Ja, er zijn ook Nederlandse stempels. Die liggen hier ergens, daar ergens achteraan. Lian, dat klopt, met Nederlandse teksten. Die hebben we ook. Oh, daar hebben we ze ook nog liggen. Nou, hier dus gewoon zo'n hele bloemige pagina. Super vrolijk. Ja, die tak die komen we straks ook nog tegen. Ja, die hebben we hier ook takje. Ergens liggen. Die heb ik ook ergens zien liggen. Ja. Deze, dat was jouw eerste live, of niet? Was dit mijn eerste live? Volgens mij wel. Ik denk het ook, ja. Ja, was je eerste planner live? Dit was mijn eerste planner live. Ja, hier was ik ook best zenuwachtig voor toen. En die is keigoed gelukt. Ja. Oh, PP01 zijn die pocket pages. Ik weet niet wat iemand daar voor vraagje over had. Oh, maar wat is dit? Dus deze. Dat is de PP01 en die is 11,99. Ja, je kunt, Corrie, die nieuwe goodie bag, Dream Plan, doe dat papier, heb ik op A4 formaat gemaakt. Dus dan kun je zelf snijden op iedere gewenst formaat planner dat je wilt, hè? Vertel. Hier heb ik deze stans gebruikt. Die, Die is zo vet. Ja, met dus die stans, die kleine dingetjes uit, dat zie je hier. Kijk, ik heb hier daar ook. Het is eigenlijk een soort druppelpatroon wat die, of splashes wat hij uitstanst. Ja. Daar heb ik dan een basis nog achter gezet. Ja. Zodat je dat donkerblauw doorheen... Ja, supermooi. Ik heb dit toen, heb ik ook als mask meteen gebruikt. Ja. Kijk, hier kun je dat ook goed zien als mask stencil, dat je hier die overloop hebt, hè. En... Hier heb ik de kippetjes ook even bijgezet. Die zijn ook van Jozet. Die zijn ook van Jozet. Maar hier heb je dus ook dan weer zo'n basispagina die dus meteen ook de gaatjes en zo stans. Dus dan heb je een basismal voor in je planner. 1864 is deze. Hij heet Splatter Page. En hij kost €22,99. Die leuke vogeltjes zitten er trouwens zitten ook bij. Erin, het gietertje. Het gietertje zit daarbij. Die bloemetjes zitten erbij. Hier staat nog love. Zie het woordje love. Ja, leuk. Zit erbij. Ja. Schepje. En die bloemetjes zijn ook leuk die je hierbij hebt gebruikt. Dus Splatter Page. Het nummer is 1864. En de prijs is €22,99. Even kijken wat ze op de achterkant hebben bedacht. Ja, dat hebben ze ook vaak. Dit is ook met het papier, denk ik, Remnants gedaan, hè? Ja, uit het boek, ja. Ik pak het boek even. Want... Ja, een heel andere uitstraling, hè? Ja, vind ik ook. Maar dat is wel zo als je... Denkt van nou, met inkt en zo, daar ben ik allemaal niet zo goed in. Kijk eens, we hebben deze. Het lijkt net of dat je een kunstenaar bent. Er zitten zulke mooie prints in. Dit boek, het heet boek number 5. Die kost €29,99. En die heeft het eerste gedeelte. Oh ja, dat is ook al goed om te vertellen. Ja, eerste gedeelte, dit, is allemaal wat dunner papier. Ja. Dus daar kun je mooi uit stansen. Ja. Het tweede gedeelte is hetzelfde. Dus je krijgt twee dezelfde dessins. Alleen het tweede gedeelte is wat dikker papier. Ook leuk, hè? Die tapjes daar. Hè? Ja. Dus dat kun je lekker een pagina van stansen. Dat is lekker stevig. Ja, dan heb je meteen gewoon je basispagina voor je planner. En hier zie je ook op de achterkant zie je precies... Wat er allemaal in zit, want ze hebben ieder strookje is weer een ander. Ja. Dus lekker supermooi geel, boek, bruin, dus... beige, groene tinten. Ja. Boek nummer 5. Ik zit eigenlijk wel weer op een nieuw boek te wachten. Want deze is al best wel heel lang van Esther. Esther, ik weet niet of je meekijkt. We willen een nieuw boek. Ja. €29,99. De boek nummer 5, zoals je ziet. Maar er zit superveel papier in. Kun je echt lang kan mee lekker doen. Vooruit. Kijk hier ook hoe leuk. En ook dat het echt in een boek vorm is. Kijk, die labels. Hier had Antoinette ook al iets meegemaakt. Ja. Hier heb je ook hele leuke zwart-wit labels, zag ik. Even kijken. Hier, kijk. Hoe gaaf. Ja, superleuk. Daar zou je ook nog op kunnen stempelen als je dat wilt, hè? Ja, super gaaf. Gaan we het bochtje om zo meteen? We gaan het bochtje om. Ja, deze, hè, die waren er heel lang niet, hè? Die, die tabs. Ik ben heel super blij dat ze er weer zijn. Ik ook. Want ik heb nou toevallig natuurlijk niet het kaartje bij waar ik die toen op. Nee, ja, klopt. Heb. En je was toen eigenlijk net mee begonnen en meteen waren ze bij ECD uitverkocht. Maar hier zie je ze. Maar die kun je dus ook heel gaaf op een kaart
verwerken met de naam van degene voor wie het is. Ja. Of wat dan ook, wat je leuk vindt. De alfabet tabs, het nummer is 1986. Kijk, en dit stukje is dus om vast te plakken. Dat is dus je tapje. Ja. En dan stanst hij de letter uit, denk ik, hè? Je hebt hieronder heb je die blanco. Goeie. Die tap je uit. Die tap je even vaak uit als je de letters hebt. En dan moet je iedere letter tap je, doe je twee keer uitstansen. Ja. Want je krijgt de buitenkant van de letter. Ja, dus je hebt zwart en dan doe jij groen in het midden en weer zwart erachter. Ja. Dus, maar wat je dus over hebt, dat bewaar ik. Ja, die letters die eruit vallen. Ja, want dat kun je dan andersom ook gebruiken. Ja, goed idee. Ja. Hier nog een leuk hartje. Ja, de hartje is ook leuk. Dus je kan ook gewoon bijvoorbeeld als je door je planner gaat bladeren, dat je gewoon bijvoorbeeld alleen die hartjes allemaal op verschillende posities van je pagina's allemaal als stapjes of zo doet. Hè? Als je een beetje verschillende onderdelen in je planner hebt, dat kan natuurlijk ook. Dus de alfabet tabs, 1986 is het nummer en hij kost €23,99. Ja, ook een keer gebruikt. Snacktime, kijk nou hoe leuk. Ja, dat is superleuk, Dari, met die tabs. Voor de kleinkinderen, ieder kind zijn naam aan de zijkant. Dat is toch helemaal leuk? Maar dat kun je ook op een kaartje inderdaad doen, hè? Ik ga nog wel even die kikker laten zien, want die is ook te grappig. Hier weer de reinforcers, hè, met de bloemetjes. Die moet je echt hebben. Ik moet hem ook hebben, want ik was gewoon een plannenpagina aan het maken. Toen dacht ik heb helemaal geen reinforcers thuis. Je dacht, het is nog een beetje kaal. Ja, dat dacht ik inderdaad. Ja. Die kikker, die komt ook uit de collectie van Josette. Kijk, dat is deze. Er zit ook zo'n waterlelieblad zit erbij en een klein vijvertje. De kikker van ECD, die is €13,99. Ik vind dat echt super grappig. Zo leuk is die. You make me happy. Oh ja. Ik heb die stempel moet ik hebben. Ja, want er zit. Ik ga het even laten zien. Ja, en we hebben het. Ja, zullen we die even zoeken? Want er is een stempelset met allemaal kikkerteksten. Ja. En anders hebben we hem beneden wel. Hoe heb je dit nou weer op de achtergrond gedaan met dat glitter? Het is weer zo'n mask, maar dan heb ik met embossingpoeder gedaan. Kijk hoe leuk. Die dots, hè. Want, die. En dan denk ik iedere keer in het begin, ik denk, nou, die set met masks, dat hebben we niet per se nodig. Maar deze dots dus, in die set S047, die gebruikt Nathalie zoveel. Oh, sorry Wil, maar ja, we zijn vaak een beetje overenthousiast. Dat is niet gemaakt, maar dat is echt zo. En dan denk ik zelf, oh, dat wil ik ook gaan maken. Dus, sorry, man van Wilma. Hier, ik heb hem. Kijk eens hier, die dots. Oh ja, deze. Maar die mask met die dots zit dus in de set S047. Ja, deze is leuk. Prince and Frog Sentiments. You make me hoppy. Kijk, die heeft ze hier gebruikt. Hoppy birthday. Oh, ja. Als je een springende kikker hebt. You are totally awesome. Sometimes you have to kiss a frog to find a prince. Nou, dat is waar. Ooh. You're invited to a royal party. To my prince. Ribbit in plaats van rabbit. Sorry, I forgot. Oh, die is zo grappig. Ja. Kijk, en hier die kikkerpootjes. Ja, heb je die hier ook bij gebruikt? Nee. Nee, bij deze nou net niet. Maar die losse kikkerpootjes kun je dus ook weer gebruiken om te stempelen. Is dit papier ook uit het Remnants boek of is dat uit die andere set? Dat is uit zo'n grote. Ja, uit die grote set. Die laten we ook nog wel een keertje zien. Ja. Prince and Frog Sentiments, de stempelset. Ik denk dat die CS185. Volgens mij zijn die altijd €11,99. Melissa, ja, we laten nog een keer de stans van de lettertapjes zien. Dat is deze. Dus je hebt hier zo'n plakrandje wat die stanst. Hè, en de letter valt er dan uit. Alfabet tabs, het nummer is 1986. En hij kost €23,99. Heb je dus alle letters van het alfabet. Hier een paar van die blanco. Oh, kijk eens, je hebt ook nog speciale tekens heb je erbij. Hartje. Wat is daaronder? Oh, dat is een ad. Ja. Een apenstaartje. Hier een leuk teken. En. Ja, ik zeg al die leestekens zitten er ook allemaal in, hè? Dus. Alsof ik nog niet gek genoeg word, zegt Dari. Sorry, Dari! Oh, deze, die hoort hiernaast, of niet, Nathalie? Of is het weer gewoon een losse pagina? Dat is even een losse pagina.
losse pagina. Zo maar even een losse tussendoor. Ja, dat was mijn beginpagina weer voor februari. Oh ja, jij doet het vaak ook met maanden en dan doe je ook weer... Februari, die heb ik uit deze supergave letterstanzen gehaald. Die, dat is ook een mooie letter, hè? Monica gebruikte die ook altijd veel op haar kaartjes. 2399. Dit is nummer 1863, letters and numbers. Dus je hebt de cijfers en de letters in één set. 2399. Mooi, met zo'n stikrandje erlangs. Ja, heel leuk. En dan uit zilverkleurig glitterkarton heb je het gedaan. Ja, die zijn 3 centimeter hoog volgens mij, de letters. Ja, best wel grote letters. Hier ook weer een mask, hè? Ja, het blijft terugkomen. Maar nu heeft ze deze er weer voor gebruikt. Ja. Zie je dat patroontje op de achtergrond? Heb je die tickets allemaal los zitten? Ja, die tickets die zitten er los in. Ja, superleuk zijn die. Deze heb ik volgens mij ook live gemaakt. Heb ik die live gemaakt? Weet ik niet. Volgens mij? Nee, maar nee, ik heb hier wel uitgeprobeerd om met dat randje te maken. Ja, dat zilveren randje. Heb je wel een keer laten zien, toch? Heb ik live laten zien ergens bij. Ik denk bij een roze pagina in mijn geheugen. Maar inderdaad... Ja, dat klopt. Die hebben misschien aan de andere kant staan. Ja, dat denk ik wel. Deze tickets heb ik daar... Ja, dat is die ticketstand, 30,99. Volgens mij was de ticketstempel, oh, want het is echt iedere keer bij ECD ook veel op. Kijk, de ticketstanden, die hebben weer heel veel binnengekregen. Maar hier hoort dus ook een ticket, hier zit die tussenaad. Hier hoort dus ook een speciale ticketstempelset bij. Deze is dus 30,99. En die ticketstempelsets, die stempels passen dus precies in die tickets. De stempelset is €16,99. Dus ja, die kleuren zijn tof, Angela. Hele toffe pagina ook weer. Dus een startpagina weer voor een nieuwe maand. Dus ticketstempel €16,99. Kijk, en bij deze ticketstand zit ook weer een basispagina. Maar dit is misschien wel een leuke om in een startset te doen. Ja. Heb je een standaard pagina. En je hebt alle maanden zitten. Ja, en je hebt meteen dan heel veel tickets. Nou, gaan we nog even over nadenken, dames. Er worden hier ideeën geboren. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Doen wij gewoon. We lijken deze wel. Doen we gewoon even. Dus de ticketstand is 30,99. Gaan we even terug waar we gebleven waren. Zullen we jouw fantje even laten zien? Het is ook zo cute. Hier een kaart meegemaakt. Vind ik zo leuk deze. Met die hearts overlay. Ja. Het olifantje die komt ook uit de collectie van Josette. Die kost €11,99 met die leuke hartjes erbij. En die heart overlay die heb je daar ook. Hè? Dat is ook een toffe basispagina. Ja. Zou ik dan persoonlijk, als ik nog moet starten, zou ik niet met deze beginnen. Maar dan zou ik echt met een basispagina beginnen. Ja. Vind jij niet? Ja. Ja, want deze hartjes zitten hier aan vast. Ja, precies. Kijk, er zit vast aan dat buitenrandje, maar hij is wel heel leuk. En eigenlijk heb jij hem ook al wel superveel gebruikt. Ja, klopt, want hier heb ik hem ook weer gebruikt. Ja. Oh, deze is ook zo mooi, hè? Had ik inderdaad op de verpakking ook gezien. Je kan achter die overlay met die hartjes, kun je dus ook losse labels doen. Ja. Die heeft ze hier gewoon zo weer achtergestoken en die kun je er dan weer uithalen. Hier had ik hem gemaakt als... Ja, dat vind ik ook leuk, als shaker. Shakertje. En bij die hard overlay, daar zitten ook die kusmondjes zitten daarbij. Het nummer van de hard overlay, dat is 2009. En die kost €22,99. Zal ik die leuke kusmondjes laten zien? Ja, met de embossingpoeder. Ja, met embossingpoeder. Heb je eerst met inkt ook, denk ik, gedaan, of niet? Ja, gewoon uit wit kaartstok. En dan een klein beetje beïnkt met roze of ja, rood, wat zo je leuk vindt. Het is net echte lippenstift. En dan heb je van die mooie lipsticklipjes. Ja. Die stempelkusjes XOXO. Moeten we even kijken in welke set die zit. Want we hebben dus twee Nederlandse sets. Dit is één Nederlandse set, Lian, waar je net om vroeg. Had ze flats, omdat het kan. Doe eens lief. Die lach staat je goed. Deze stempelset die heet Ik ook van jou. Die is ook superleuk voor op kaartjes trouwens. Hè? €16,99, de stempelset Ik ook van jou. Kijk, en hier bij die tickets heb je dus die ticketstanzen. Nou, daar had je ook die Engelse ticketstempels. Maar deze, zo tof, dus dat, hoe dan en wijnen. Daar kun je dus met de hand dan de datum inschrijven.
Deze stempeltjes passen dus ook weer in die basis ticketstand. Dus deze stempelset die heet Ik ook van jou. Oh, dit is ook leuk. De en balen en het is wat het is. Fiet, fiet. Wij zijn zo leuk samen. Oh, die had Corrie ook allemaal in haar planner gebruikt. Dat vond ik zo schattig. Met foto's van Kees en haar. Dus €16,99 voor de stempelset Ik ook van jou. En de Hearts Overlay, de 2009, die kost dus €22,99. Hier zitten ook allemaal van die hele toffe hartjesstansen zitten erbij. Kijk, die heeft ze hier ook weer als schutmateriaal erin gebruikt, Nathalie. Hier, wat zocht je? Die mondjes aan het zoeken. Welke mondjes? Oh, die. Ja, maar hebben we hem niet op tafel liggen. Ligt die daar ook niet tussen de stempels die net binnengekomen zijn misschien? Hier ook weer die Hearts Overlay, maar dan in het bruin. Is ook gewoon superleuk. Hier ook weer, daar is die weer. Het mask stencil met de dots. Uit die set S047. Dus als je hem gewoon op een geprint papiertje uit dat boek nummer 5 doet. En je doet gewoon in de hoekjes met een beetje inkt weer een maskpatroontje eroverheen halen. Krijg je gewoon een hele leuke pagina. Deze, kijk eens. Cross stitch, dus ze heeft hier een geborduurd patroontje gemaakt, Nathalie. En dat die ene stempel, of hebben we hem wel, ja. De tweede, oh dit is ook de Engelse inderdaad. We hebben twee Nederlandse, dit is ook een Engelse. CS291, Let's Stick Together. Ja, met die kusmondjes. Ja, die kusmondjes zijn leuk. En ook deze hartjes. Ja. To the moon and back and friends like you are hard to find. En dit zijn die XOXO, die kusjes met dat opengewerkte lettertype. €16,99 is de stempelset Let's Stick Together. Het lijmpotje. Ja, dat lijmpotje is ook leuk. Dit is die andere set. Die heet Craft Lover. 2010 is het nummer. Kijk, zit ook een... zo'n speld zit erbij. En een bolletje wol. En... Ja. Oh, hier heb je hem ook nog een keer geborduurd. Ja. Kijk nou, hoe mooi. Hier, kijk dan. Met zo'n naald. Oh, schattig. Ik had die details nog helemaal niet gezien. Kijk eens. Dus de Amerikaanse poppetjes hebben naald en draad in de hand. En die draad die loopt dan bij Nathalie naar dat borduurwerkje toe. Een Amerikaanse ster natuurlijk erin. Oh, echt leuk. Leuk van die flosjes opzij maken. Want dat kan natuurlijk met die stans waar die gaatjes op zijn. Ja, kijk, deze mal is leuk. Die mal Craft Lover, want dan stans die aan de zijkant al die gaatjes mee. En daar heeft Nathalie al die draadjes in gemaakt. En als je dat dan op mirrorkaart doet... Ja, heel leuk. Uitstand. Ja, heel leuk uit spiegelkarton. En deze heeft ze ook uit spiegelkarton gedaan. Die veiligheidsspelden zijn ook leuk om dan te gebruiken. En het woordje Craft Lover zit daar dus ook bij. 2010 Craft Lover en die kost €22,99. En hier heb je ook weer die stempel die we net hadden. Ja. To the moon and back op de achtergrond. En die hartjes op de achtergrond gestempeld. En weer die leuke reinforcers. Weer reinforcers met de vlaggetjes. Zie je dat je ook gewoon met een leuk knipvel kun je ook al een heel eind maken. Als je dus helemaal niet met foto's of zo wilt werken, dat kan hè. Want dan doe je gewoon met plaatjes of knipvellen. Of je doet net als daar van die standjes van Josette. €1,99, het knipvel van Bella Lulu USA. Is trouwens ook wel leuk als je foto's van Amerika zou hebben. Ja. En je wil dat vastleggen. Ja, lekker Amerikaans tintje bij. Wilma, spiegelkarton, geef even aan welk kleurtje dat je wilt. We hebben natuurlijk, ik denk dat je zilver bedoelt. Maar we hebben dus spiegelkarton in het zilver en in het goud. Ik ga weer jouw stencils laten zien, Monica. Ja. Want hier is die weer, hè. Kijk, dit is de pagina van het stencil met de cijfers uit die set S047. Het is zeker all in the detail, Dari. Ik moet zeggen, nou, Nathalie er dan zo bij staat en dan laat zien, dan zie je vaak de details pas. Daarom is het ook zo leuk als ze het zelf allemaal komt laten zien en komt vertellen. Vertel. Hier heb ik natuurlijk die achtergrond. Hier heb ik dezelfde achtergrond. Mm-hmm. Alleen heb ik hem hier weer met een poeliefoto. En deze leuke stanzen. Ik vind het ook leuk dat je dan zo één pagina gewoon zo lekker rustig houdt. Ja. Dus alleen een inktachtergrond. En dan rechts ga je hem gewoon lekker helemaal aankleden. Ja. Ik heb dan weer die pocketpages wel ertussen zitten. Ja. Oh, wat leuk. Ik laat dat gewoon zo. Oh, wat leuk. Ja. Nou, die gekke papegaai erbij.
waar je helemaal vrolijk van wordt. Deze, super gaaf. Ik heb hem hier op twee manieren erin gezet. Dus deze manier is zoals die hier op het plaatje ja, staat. Ja, dan springt hij eigenlijk zo een beetje in de lucht. Ja, begint te fladderen. Die ogen. Ja, die zijn de ogen, hè. Ja. En hier staat hij gewoon. En daar staat hij. Dus je kan heel fijn met die Josette-figuurtjes gewoon een beetje die vleugeltjes, die pootjes aanpassen. Zoals je wil hebben. En ook leuk, hier heb je het ook nog even met inkt en zo aangezet. Dan krijg je altijd net een beetje extra detail. Ja. Ook al stand je het gewoon bijvoorbeeld uit die effe blokjes van Kraftlab of van Studio Light. Zet je het een beetje met inkt aan en dan krijg je net even een beetje wat anders. Ja. Oh, ik zie bij heel veel mensen dat DHL allemaal net het pakketje heeft gebracht. Dus lekker uitpakken, dames. Happy mail. Deze is leuk, ja. Ja, hier heb ik die zeshoek gebruikt vooral. Maar is dit nou eigenlijk officieel een sidekick? Mal. Want dit is uit de Art Journal Specials. Ja, maar dit is niet echt een planner, mal. Nee, het is geen basispagina. Nee, hè? Dus die kan je altijd gebruiken. Decoratief. Ja. Kun je dus lekker overal voor gebruiken. Deze grote, moet ik even dit wegleggen. Dit grote gedeelte. Ja. Als je dat uitstanst, heb je hier een rillijn. Een vouwlijn, ja. Dus je kan er hier, dit kun je als een soort pocket gebruiken gewoon. En die kun je dus altijd gebruiken. Je zou eventueel nog gaatjes erin kunnen maken, dat je hem los in je... Ja. En je hebt hier die leuke vlekken. Ja, en die framepjes heb je hier ook allemaal uitgebruikt, hè. Kijk, die frames. Deze is ook leuk. Kijk, zo'n takje met van die hartjes. Ja. 1784 is het nummer en hij kost 16,99. Kijk, en dit, dan krijg je zo'n drip patroon. Ja, die heb ik dus nog niet gebruikt. Staat er iets op de achterkant toevallig, dat we kunnen kijken? Even kijken. Nee, dat is vaak een algemeen fotootje. Maar dit is zo'n koffiebeker druppel, hè? Ja, precies. Ja. Maar inderdaad, echt allemaal leuke dingetjes. Die hartjes zijn ook lekker. Die hartjes zijn ook leuk, van die opengewerkte hartjes. Ja. Iemand vroeg nog even de kikkerstempel. Hadden we die nog liggen? De kikkerstempel, ja. Vroegen ze het nummer nog even van. We laten de kikkerstempel nog even aan je zien. Prince and Frog Sentiments. 11,99 kost die. En het nummer is de CS185. Die wilden jullie nog graag eventjes zien. Nou, dan gaan we weer naar de volgende. Kijk, dit heeft ze dus ook weer met de poelie geprint. En met de poelie printen was van een open dag of zo hier, denk ik. Ik weet niet wat we toen aan het doen waren. Je bent nog regelmatig hier. Oh, kijk, ik sta er ook bij. Achter ons bord en achter die framepjes heeft ze dus die foto's ook weer verwerkt. Dus 17,84, €16,99 kost die. De volgende hebben we Art Party. Oh, die ligt op de andere tafel, denk ik. Nou, Art Party. Ik denk dat jullie inmiddels al wel kennen, hè? Nathalie was daar natuurlijk als eerste mee aan de slag gegaan. Kijk eens, al die penseeltjes met die kliedertjes, kloddertjes verf eraan. Het palet. De standsmal Art Party 2011 is het nummer. €20,99 kost die. Echt een hele leuke. Ook als je dus niet in je planner werkt, hè? Nee. Kijk, en hier heb je dan weer het schildersezeltje gebruikt. Ja. Met een meisje van Josette. Ja, en dat meisje, daarom kun je goed zien dat ik hier een boertje heb gebruikt. Ja. En even kijken, wat heb ik van het vrouwtje gebruikt? Nou, die 11 die gebruik ik ook heel vaak, want die heeft van die leuke vlechtjes. Ja. Oh, wacht, ik weet Maar nou had je ze weer een ander kapsel gegeven. Ja, ik heb ze hier het kapsel gegeven van het vrouwtje van Santa. Oh ja, ik weet wat je bedoelt, ja. Ja. Dus je kunt al die poppetjes met elkaar combineren. Dit is dus Holiday 11 en dan het meisje. €12,99 kost die. En als je dus dit weglaat en die puntschoentjes... Dan ja, maak je er een gewoon meisje van. Sandy, de Poelie app is gewoon voor alle merken telefoons. Die staat gewoon in je app store. Moet je eerst alles maar even kijken op je telefoon. P en dan drie keer een O, L-I, dus Poelie met drie O's. Maar ik weet eigenlijk zeker dat die app gewoon in alle app stores staat. Deze van Corrie, kijk nou, het is zo leuk. Mooi, hè? Plaatje van Mo Manning, wat ze natuurlijk ingekleurd heeft. Die stempels hebben wij niet, er zijn alleen digitale stempels. Maar hier, die details, heeft ze echt zo'n kliederpot ervan gemaakt om je verfpenseel schoon te maken. En die penselen, ja, die zijn toch net echt schildersezeltje erbij. Die tekst Art Party, die zit ook weer in die stans set erbij. En ik had natuurlijk mijn Benjamin kaartje ervan gemaakt.
Kan ook als je het dus op een andere manier wilt. Dus mix en match lekker alles met elkaar, dames. Als je wat ECD-mallen koopt, is het echt niet alleen voor je planner. Je kan er eigenlijk van alles mee. Dus genoeg inspiratie, zou ik zeggen. Ja. Deze hadden we net gezien, hè? Ja, het... De alfabettapjes weer. Dat is die stempel Good Food, Good Mood, hè? Uit de Food Truck collectie. Hier het boertje. En nou is een hooivork. Is het ja, superleuk bedacht. Prikkertje voor de hotdog geworden. Met de hotdog. Ja, heel leuk. Ook weer die mask erachter gebruikt. Ja, echt heel leuk. En die, ja, datzelfde mask uit die set heb je weer op de achtergrond gebruikt, hè? Ja. Heel leuk. Dan krijg je een heel ander stijltje, hè? Ja. Beetje wat stoerder. Heel stoer. Die had ik live gemaakt. Ja, zo leuk dit. Volgens mij 2 weken geleden. Een pocket, 2 pocketpagina's. En die is gemaakt. Ik had hier ook die pagina met Leo van gemaakt, hè, in het zwart-wit. Deze, dat is 1981. File folder page with pockets. 1981 is deze stans. Jij hebt ook de... Ja, en die stans die kan je zo gebruiken. Dat heb ik hier ook gedaan. Zo. Ja. En als je hem dan nog een keer uitstanst en je houdt hem op zijn kop... Oh, je hebt hem andersom gedaan. Een dubbele pagina. Oh, wat goed. Ja. Heel leuk. Hele gave bladeren. Ja, die blaadjes zijn tof die je hierbij hebt gebruikt. Die vlinders zitten... Oh, die zitten in die andere set. Nee, die zitten in die andere set. Dat moeten we daar even laten zien. En ja, dat zijn ook die labels komen uit die andere... Ja, die zitten ook uit die andere set. Laten we zo ook even zien. Ja. Maar zie je hoe tof dat papier ook is wat Nathalie heeft gebruikt? Dat is dat papiersetje Under Construction van Pronti. Hè? Daar zitten al deze stoere prints zitten daarin. Oh, en daar hout en zo is ook zo gaaf. Ja. Hè? Hier heeft ze de latjes zo gedaan. Je kan ze staan doen. Papiersetje Under Construction die kost €8,99. En daar pas je stans precies uit. Ja, ze hebben dus bewust geen 2020 papier gemaakt, maar 2121. Want al die standaard plannerpagina's, die zijn dus 21 centimeter hoog. Dus is goed over nagedacht bij Pronti. Ja. Ja, die andere is ook tof, hè, deze mal. Ja, heel gaaf. Het is een wat duurdere. Pak hem even zo. Maar hij heeft dus aan twee kanten heeft die mallen. Deze, dat is de 1868. Shapes, frames en words. Nou, het is heel veel wat erop zit. Everyday life stories. Moet even kijken, ik vind het altijd een beetje moeilijk te lezen zo. Dat is ook in spiegelbeeld. Ja, precies. Andersom staat, hè. Ja. Maar dit zijn dus die framepjes waar dus die teksten in zitten. Dan krijg je die hele mooie vlinders krijg je erbij. Ja, die vlinders zitten erbij, die zijn stof. Echt heel mooi. Die heb ik dadelijk nog een keer gebruikt. Dat ga ik even laten zien. Wat gaaf zo, met dat hele stoere papier weer erbij. Hè? Dit zijn ook superleuke van die kleine bannertjes waar weer iets... Kijk, die zitten hier. ...uitgestanst is. In 3 verschillende modelletjes. Hier heb je ook nog losse bannertjes. Die zijn ook Oh, die heb je hier weer gebruikt. Kijk eens, die kleine bannertjes. Ja, hier. Die zitten er ook allemaal bij. En hier op dit label heb je ook weer die mooie vlinder gebruikt. Ja, die vlinder gebruikt. Heel tof. 1868. En die kost €42,99. Zullen we jouw mooie gepimpte planner laten zien? Echt, ik vind hem zo te gek. Echte Nathalie kleuren, zeiden wij al. Hanny heeft daar een workshop mee gegeven hier in de winkel. Hè? Pimp je planner. Daar kun je dus met die canvas planner, zullen we ze ook nog even laten zien. Met verf, met structuurpasta, van alles. De blanco canvas planner, die is €26,99. Ik moest zo lachen om Corrie vorige week. Die was begonnen, hè? Thuis, met verf en zo. En toen zei ze, oh nee, het is toch eigenlijk helemaal niet goed. Ja, ze had hem eerst laten zien en wij zeiden, oh, mooi gelukt. Nee, en dat vond ze zelf niet, hè? En toen even later zagen we een blanco planner, inderdaad. Want had ze met kop of zo? Ja, ik weet niet. Ze zat op zijn kop en toen had ze gewoon met schuurpapier, had ze hem helemaal blanco gemaakt. En toen was ze opnieuw begonnen. Maar ze zal hem vast binnenkort wel even laten zien online. Hij was weer mooi geworden. Oh, jouw kleuren zijn ook echt zo te gek. Hoe heb je dit met papier ook weer erachter? Met papier erop, gesso, papier. Oh, echt zo mooi. Had Hanny meegenomen. Die rondjes zijn ik zie hier ook een beetje iets glitterigs. Ja, dit is met Amsterdam verfjes gedaan. Oh, dat zijn die zilveren en die gouden Amsterdam verf. Ja. Ja, we hebben die kleine tubetjes van Amsterdam, dames. Want wij hebben ervoor gekozen om de kleine tubetjes te verkopen. Want ik denk, ja, hoe vaak maak je nou een hele tube verf op? In ons geval
Of je moet echt een schilderij gaan schilderen, maar daar zijn wij toch niet van plan. Mooi is die, hè? En kijk, die kleurtjes weer, hè? Weer jouw masterstencil met de ruitjes. Ja, supermooi. Echt heel vet. Ik vind dit wel een beetje gedurfd om hier aan te beginnen. Ik zou dan altijd denken van, nou, dat komt nooit meer goed. Maar misschien kunnen we hem nog een keertje op de agenda zetten met Hanny. Dat is wel leuk. Ja. En wat we bij Hanny dus in de workshop deden, we hebben eerst een proef. Oh, je hebt op papier geoefend. Van het papier. Ik heb dat papier bewaard, want ik wilde deze stijl hebben. Dus ik heb het hier opgedaan. Dat papier heb ik dus bewaard en heb ik op mijn eerste plannerpagina voor hierin. Ja, ook weer die penselen uit de set Art Party, hè? Ja, met de lettertaps. Heel leuk. Iemand vraagt, waar vind ik de Nederlandse teksten van ECD? Bedoel je in de webshop, Anita? Je kunt gewoon naar noorenzo.com gaan. Dan ga je naar merken. Dan zoek je het merk Elizabeth Craft op. En dan kun je in het linkermenu weer selecteren dat je alleen de stempels wilt zien. En dan staan de laatste nieuwe stempels altijd bovenaan. Dus daar staan ook de twee Nederlandse stempels staan erbij. Maar je kunt ze natuurlijk ook nu in de Tiki Live bestellen. Dan heb je je 15% extra korting. Eens even laten zien. Ja. Als je een pagina gaat maken, dan is die altijd voor ECD 12x21. Mm-hmm. En dan kan je met deze six-hole adjustable punch, kun je de gaatjes erin maken. Ja. Dus hier zit precies, je doet hem hier even open. Dan zit hier binnenin, kun je precies stellen zoals je hem wil. Ja, kijk, er staat ook A5 en pocket en mini en een A6 agenda zit er allemaal in. Dus je kan hem zelf stellen zoals je wil. Ja. Hier aan de onderkant zit nog een klein tapje wat je uit kan schuiven, zodat je hem op de goede hoogte hebt. Probeer hem natuurlijk eerst even op een kladje, zodat je zeker weet dat het goed zit. Ja, precies. Niet dat je eerst heel je pagina gemaakt hebt en dat je denkt van nou jas ik er even gaatjes in en dat je het dan dus verkeerd doet. Dat zou zonde zijn. Dus, en die is 1999. Ja, 1999 is de perforator van Vaassen. Nou, deze verloten we in de live, dames. Dus blijf lekker hangen. Dat is echt een hele leuke. Die zal Nathalie binnenkort ook wel mee aan de slag gaan. Zullen we ook in mijn mandje. Had je ook hier wat je morgen ging gebruiken? Ja. Want morgenmiddag om 1 uur, dan gaat ze natuurlijk ook weer een live doen. Dan gaat ze ook weer een pagina maken. Werkt de planner punch van Weer Memory Keepers hetzelfde als die van Vaassen? Dat weet ik niet, Petra. Die ken ik niet. Durf ik niet te zeggen. Morgen gaat ze met deze aan de slag. Deze die heet Directions. 1804. En dat is zo'n wegwijzerbord met heel veel pijlen. En Corrie heeft die ook altijd veel gebruikt. 1999. Kijk, hier zitten ook weer reinforcertjes al bij, hè, met pijltjes. Dus die krijg je er dan bij. En dan hebben we een bijpassende stempelset. Die heet VK Phrases. Met allemaal leuke teksten omtrent vakantie. Another Day in Paradise, Good Things and Favorite Place. Heel belangrijk, ice cream. Ice cream, here and there, waar we het ijs moeten halen. Off you go. En die teksten passen allemaal precies dus in dat wegwijzerbordje. Gaat ze morgen allemaal laten zien, Nathalie? Ja, ga ik ze erin verwerken. Ik heb hier maar één set met Nederlandse teksten liggen, Anita. Dat is deze. Ik ook van jou. Ik weet niet of we de andere Nederlandse hier ook hebben. Nog een tekst, mijn Bella. Dus dit is ik ook van jou, Anita. 16,99. En die andere is mijn Bella. En die kost ook 16,99. Dat heb ik hierop verwerkt. Oh, je bent al aan maart bezig, hè? Ja, ik had maart van de week gemaakt. Een keer iets super schattigs. Ja, de elfje. Superleuk. Hier zie je die vleugels van die vlinder. Kijk, de vlinder uit deze set heeft ze gebruikt. Uit die set Shapes, Frames en Words. De letters zijn weer dezelfde letters als die grote letters van februari. Dat alfabetje. Het alfabet. Hier heb ik die mooie ranonkelbloem gebruikt. Dit is de 1955. Florals 19. Ik vind dit een beetje zo'n pioenroos. Ja, kan ook. Is ook heel mooi. En dan ook weer een achtergrondje met inkt gemaakt, hè? Ja. Kun je ook minder gaatjes maken met de perforator, vraagt iemand. Ik denk het wel. Er zitten wel iedere keer... het gaat wel per drie. Per drie, Die kun je niet afsluiten inderdaad, Inge.
Dus dit is Nathalie de startpagina van maart. Ja, deze tak, die hadden we net ook al op wat pagina's, ja, kwam die terug. Heel deze die heet Ferns. Dat is de 1875. Die twee grote takken. En die kost €13,99. Mooie twee hele, ja, hele mooie, ja, takjes zijn dat. Kun je ook overal leuk achtersteken. Ja, afknippen eventueel als je het, ja, kleiner wil, zoals ik hier gedaan heb. Ja, en dan dat schattige... Het elfje, of nee, de fairy, ja, het elfje in het Nederlands. 1793, ik zet het nummer er even bij, want anders denkt George dat je het elfje van kerst bedoelt. 1793 is, het, is de fairy, of als je hem fairy noemt, dan komt, ja, het goed. 1099. Fairy 2. Fairy nummer 2, ja. Oh, en dan gaan we dadelijk echt, jouw laatste pagina's, die vind ik zo mooi. Deze met de bloemen. Ja. Ook hoe ze dat techniekje had gedaan met die bloemen, hè, dames. Dat was om van te smullen, toch? Van de week. Kijk, ja, en hoe lekker knalt dat die Harmony ink te zijn, hè? Dus superleuk. Die had ik afgelopen keer. Die had je live gemaakt, hè? Want die had je toen de vorige keer al, ja, bij. Die malle set, die heet Florals 18. Dus de mal van de klaproos. Ja, die cijfertjes heb ik er zelf even bij gezet. Mensen die mijn live afgelopen week gezien hebben, die weten waarom. Kijk, want die correspondeer, oh, heb ik even zo gedaan. Oké, okay, dan weet je precies wat waarbij past. Ja. Petra Bleumer, als je hulp wilt in een startpakket voor de planner, kun je het beste even een e-mail sturen. info@noorenzo.com. Dan gaan we even contact met je opnemen. Zet je telefoonnummer er dan even bij. En dan helpen we je graag verder. Dus de klaprozen, dat is deze mal. Die heeft Nathalie van de Beek gebruikt. En die heeft ze ook weer in het potje van de Art Party gebruikt. Dus er zit het potje voor je percelen zit daarin. En daar heeft ze dus een bloempotje van gemaakt. Echt super schattig. Kijk, en als je het weer met een ander kleurtje inkt doet, dan krijg je toch weer een heel, heel ander anders effect, hè? Ja. En dit is ook heel leuk op een kaart, hè? Ja, ik vond die techniek ook leuk. Daar waren de mensen heel enthousiast over, inderdaad. Ja. Daar heb je ook weer die... Die tapjes bedoel je? Ja. Nee, die tapjes. Die cijfertjes, die ligt hier. Ja. Kijk, hier is die ook weer. Ook weer hier boven in het hoekje. Het cijfer 10 met de filmstrip numbers gemaakt. En die filmstrip numbers, die is €29,99. Nou, dit was denk ik wel het meeste wat we een beetje wilden laten zien aan Nathalie. Dus ja, ik denk dat we gewoon... De andere had ik al een paar keer laten zien van de week in de tikkie. Dit ga ik ook van de week nog wel een keertje laten zien. We laten de reacties nog even openstaan. Je shopt natuurlijk nog steeds met je 15% extra tikkie-korting. Dus zet even duidelijk in de reacties wat je wilt bestellen. En dan dank ik Nathalie weer... Dat zie je was. Oh, ga vooral lekker door, zou ik zeggen, met jouw plannerverhaal. Je steekt ons allemaal aan. En dan zien we jullie graag in de volgende Tikkie Live weer. Ik ben er vanavond om 8:30 met deze met een knutsel mee. Als jullie ons nog niet zat zijn. Dus dan zie ik jullie vanavond. De reacties blijven dus nog een paar uurtjes openstaan. Dus dan kun je nog reageren. En dan zien we jullie vanavond weer. Dus dankjewel voor het kijken en tot snel. Bye. Doei doei.